de slaapadviseur. Want je slaap verdient raad. Een nieuwe week bij Trendsetters in bed met. Ja, en deze week is toch een beetje speciaal, want ik heb niet één gast, maar wel twee gasten in mijn bed. Ze werken heel nauw samen, ze kennen elkaar al jaren en ik vind het toch wel een beetje spannend. De one and only Luc Verschuren en Jacques Vermeijren. Ja, heel spannend. Ja, dank u voor de uitnodiging. Ja. Ik ben heel blij dat jullie met mij het bed willen delen. Wat vinden van ons bed? Sorry. Ja. Je moet wel wakker blijven, hè, Jacques. Het is mijn uur, hè. Oké. Het is... mooie kleur, hè? Ja, mooie kleur. En spannend breed, ja. Moeten we ons zorgen, moeten we daar een beetje kussentjes komen leggen voor het geval dat Jacques zo wat duwt? We houden het jong en, luchtig, vries, net zoals jullie. Het thema is natuurlijk een beetje over in bed slapen. Dus leuk, ik zal met jou beginnen. Ben jij een goede slaper? Slapen? Ja. Oké. Meestal dient een bed daarvoor, hè? Allee, ook voor andere dingen, maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Ben jij een goede slaper? Nee. Nee? Niet meer. En als in van, word je vaak wakker of moeilijk in slaap te geraken? Ja, zoals een iets oudere man moet op een nacht zoiets wakker worden. Hè. Dan moet hij even naar het toilet en terug en zo. Maar er zijn tijden geweest dat ik echt in mijn bed kroop en hoeps, morgens wakker en fris. En nu is dat soms goed en niet goed. Hm. Hoe is dat bij jou, Jaak? Ik slaap goed. Luc slaapt ook dikwijls in mijn auto om die schade in te halen. Ik slaap goed. Ik ga relatief op tijd naar bed, dat is 12 uur. Ja. Ik kom in mijn bed, ik lig eerst zo met mijn hoofd naar het plafond. En dan begin ik links te liggen en dat is altijd zo. En dan een tijd rechts. Ja. Dus je komt eigenlijk bij ons alle twee eens even op bezoek. Van. Ja. Maar de Luc krijgt de eerste helft en dan is het aan mij. Alright. Zijn jullie ochtend- of avondmensen? Wat is zo... Oh, ochtend, avond, wat nodig is. Ja, dat hangt er in de show is natuurlijk wel vanaf. Nee, maar ik heb jaar en dag heel vroeg 's morgens radioprogramma gemaakt. Ja. Dus ik had er echt nooit moeite mee om op te staan. Voilà. Maar ja, moest, op plaats van een programma van 6 tot 8. Ja, van 6 tot 8 toen stel ik op zaterdagmorgen Radio 2. Om 4:30 op. En ja, dan ga je na de middag een beetje slapen. Hè. En merk je dan nu nog bijvoorbeeld dat die uren nog ergens in jouw systeem zitten? Nee. Dat gaat rap weg. En ja, als je s'avonds optreedt, maar wij blijven nooit hangen tot 2-3 uur s'nachts. Maar meestal... Tot 12:30 zo. Ja, half één uur zijn we thuis. Na het optreden, hè. We treden op, we doen een meet en greet met heel de zaal, dat duurt ook rap een half uur, en dan drinken we nog iets backstage en dan zijn we naar huis. Ja. Nergens ondertussen gaan we nog ergens op café of zo. We vinden ons nooit op café. Nee. Enkel in de backstage nog even de spanning eraf laten, de adrenaline loslaten. Absoluut, ja. En ben jij een ochtendmens, Jacques, of een avondmens? Een ochtend- en een avondmens. Ik ben, alle twee? Dan mag ik zeggen, bijna altijd goedgezind. Ik heb geen ochtendhumeur. Ik sta op tijd op. 8:00, 8:30 ook, maar dat, hè. En ik ga s'avonds gaan slapen om 12:00. En ik kan heel tot 's nachts werken, maar ik ben ook soms heel vroeg op. Dus ik ben een 24-uren-mens, echt waar. Het is niet dat ik afhang van een sfeer of een slechte sfeer. Nee, ik ben een voorbeeld voor oudere mensen die in het slapen. Ik probeer minimum 7 uur te slapen. Ja. 8:00 is nog beter. En voilà, dat is het. Oké. Dus eigenlijk wel een beetje een gestructureerde slaper, als ik het zo goed begrijp. In heel mijn leven ben ik gestructureerd. ik wou bijna infrastructuur zeggen. Ja. Je hebt het over slapen. Nee, over slapen? Ja. Maar ook in mijn leven. Ik voel daar een lichte tegenkanting. Nee, misschien is hem niet gestructureerd over alles wat in bed af en toe gebeurt. Natuurlijk. Ja, nee, maar ik ben niet over bed bezig van structuur, maar ik bedoel, ik ben een mens die gestructureerd leeft. Voilà. Laat ons vooral niet over de andere structuren tussen de lakens praten. Nee, we hebben een paar vragen voor jou ook. Oké, dan wordt het een late night edition van het programma, denk ik. Hola, yes. Er zal veel volk naar kijken. Ongetwijfeld. Ik erover nadenken. Maar misschien ook veel volk dan niet meer goed slapen.
In hoeverre is die appel van de boom gevallen? Recht naar beneden, hè. Ah, ja. Okay, dat... ja, jullie kennen ze natuurlijk als geen ander, hè. Amai. Absoluut. Dat jaren samenwerkt. Jullie zaten samen in veel tv-programma's, Sjaak. Oh, ik heb Margriet het voor... ze was op de VRT en had ze Margriet aan zee. Ik deed de warm-up voor haar. Ah, oké. Okay. We hebben ook samen opgetreden. Nee, Margriet deed mijn sketchjes voor de nieuwe zaak. Margriet, in de Oudjaarsavondshow. Ja, je moeder, die kennen we. Ja, ja. Ik ben nog producer geweest. Ik ging net zeggen, je bent op radio producer van haar, geweest. Ja, ja, ja. En over welke tijdsperiode hebben we het dan? De jaren tussen 85 en 90, denk ik. Oké, toen was ik nog vrolijk aan het rondzwemmen, dus daar weet ik niet. Maar ik herinner mij nog bijvoorbeeld dat uw moeder, dat die dan, die had om tussen 5 en 6 op vrijdagavond een programma. En dan kwam die binnen, zat toen... al haar gewicht nog, ik zal het zo zeggen. En dan zei hij ineens, ik heb goesting voor friet. Margriet, waar ga jij nu friet vinden? 2:30 op 3 uur vrijdagmiddag. Ja. Die vertrok, die reed naar de stad in Hasselt, die kwam terug met een pak friet, man, zo groot. Dat heeft ze dan ik heb ook wel doorgegeven, in mijn neus, ja. Dus als jij de naam Hermans hoort, dan begin je automatisch aan frietjes te denken. Geweldige mooie herinneringen aan en goed gelachen. Ja, want iets wat ik niet weet is, hoe hebben jullie elkaar eigenlijk ooit gevonden? Want ja, ik ken jou natuurlijk, Luc, vooral van het radiogegeven. Jaak is natuurlijk een van mijn jeugdidolen. Ik ben een trouwe FC De Kampioenenkijker. Ja. Dus waar zijn jullie samen geraakt? Wij zijn van hetzelfde dorp, Bonheiden. Daar zijn we allebei groot geworden. En Jaak zijn vader was rijkswachter. Politieagent. Okay. Mijn pa was onderwijzer en daarna directeur van de lagere school. En ik denk dat we zaten allebei in een andere jeugdclub. Ja. Ja? Ja, ik ben de liberale. 17, 18 jaar zeker. Ik 17 jaar en hij 18 of 19 of zo. En hij deed sketchjes. En we zijn elkaar aan tegengekomen. Ik ben naar de universiteit gegaan. En dat handelskot in Leuven en al vrij vlug, zo wat we noemen, en dat cultuurprijs is. Aha, en ik dacht, die mannen van Bonheiden, die moeten we toch... Ik had een groepje, hè? In de grote aula zitten in Leuven. Die moeten eens komen. Samen met Magenta, zegt u dat nog iets? Nee. De naam wel, maar ik heb er niet... En Ferre Griaar, zegt u dat nog iets? Oké. Was top of the bill en Jaak was... Ja, met Kabiaar. Beginnen. Voilà. Ja, dat is begin. En zo zijn wij dan altijd bij elkaar gebleven. Oké, altijd een beetje met elkaar verstrengeld. En dan zeker, hij had dan sportcafé ook nog een keer... een radioprogramma, en hij had een cafébaas nodig, voilà. En dat is een samenwerking, en dan gaan optreden, enzovoort. Ja. Oké. Okay. Dus als ik het tussen de regels goed hoor, elkaar in de jeugd leren kennen. We kennen elkaar toen 51. Wel een beetje op café verzeild geraakt, maar nu geen pintjes niet meer op café. Oh, maar we hebben weinig op café geweest. Nee, We zijn geen café-loop. Nee, echt waar niet. Het was puur altijd zakelijk ook, kameraadschappelijk. Okay, ja. Maar op een sportcafé wekelijks een sketch maken samen. Hij deed een programma van 3 uur. Dat sketchje moest voorbereid zijn met hem. Een beetje repeteren elke week. Mm-hmm. En dan was hij de manager van mijn groep Kabiaar. De manager, hè. Hij was echt de manager. Kijk, en zoveel jaren later samen terug op de planken. Daar gaan we het zo meteen over hebben. En ik wil zo meteen ook heel even weten hoe jullie als kind waren. Waren jullie brave slapers of moesten jullie ouders jullie in bed duwen? Denk er al eens rustig over na. Ja, ja. En wij luisteren ondertussen naar een streepje muziek. Zo meteen nog veel meer in bed met Luc Verschuren en Jaak Vermeijden. De slaapadviseur, want je slaap verdient raad. Ja, ik ben vandaag ook een beetje deel van buren van Verschuren of buren bij Verschuren. En ook een beetje in het infrastructuur. Ja. Want ja, jullie waren wel deel van mijn jeugdjaren natuurlijk. Ja. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe waren jullie als kind, waren jullie toen dromers? Als in actief in de slaap zo, hè? Van bepaalde dromen die er passeerden. Nee. Ik denk dat ik vaak te moe was van het spelen. Dat kan wel. Ja, als ik zo als hele jonge jongen dan spelen, ravotten, buiten zijn, fietsen ronddraaien, piste maken. Dat deed ze nog. En dan met knikkers die naar beneden kwamen. Ja. Jacques Anquetil en dingen. En Lucia en Maar die samen naar beneden kwamen in de spurt en zo. Nee, gewoon bezig zijn, ja. En ik heb... altijd wel geprobeerd om zo laat mogelijk op te blijven. Hey, maar... Dus ze moesten bij jou wel komen zeggen, Luc, het is tijd om te gaan slapen. Ja, ja, onze pa die zei dat wel 10 keer. Ja, nog 5. Het is bijna gedaan op tv. Zo, ja. Nog 5 minuten. Hè?
Hoe was dat bij jou, Jacques? Was jij een... Ja, wij speelden buiten. Hè. Dat was een heel andere jeugd. Hè. We woonden al twee in Bonheide, veel natuur, met de fietsrijden. We gingen naar de Nieuwe Wijk koers gaan doen. Bij mijn buurjongen op terras de rode tegeltjes met teerlingen en de Ronde van Frankrijk te spelen. mijn vader had een grote knikkerbaan gemaakt in mijn tuin. Wij speelden Monopoly, dus we speelden Cowboy en Indiaan, noem maar op. Nog een hele dag spelen, je wordt s'avonds moe. Hè. Ja. En ik was zot van cowboyfilmen. En als ik heel klein was, dan beelde ik me in. In mijn bed was zo'n koetswagen van de cowboys. Ja, ja, okay. Als de Indianen afkwamen, dat die woonwagen zo... En ik zat in mijn woonwagen. En ik een delay dingen. Ja, ja, een halve cowboy. Zo, en dan ging ik nog een keer, als ik een beetje schrik had, een keer onder mijn bed kijken dat er iemand onder zat en al. En we hebben nog in de tijd, hadden wij iemand... En dat is zo, hè, die kwam op de ruiten tikken. Dat was zo'n ene met een slagaan. Hey. En af en toe kwam die zo'n keer tikken. Zo, ja, net zo'n hele vieze man. Bij u thuis? En dan sprong die over. Ja, dat was zo... Ja, maar we wonen op de buiten, hè. Dat waren weinig huizen. Hè. Ja, maar ja, dan zou je toch denken dat het juist moeilijker is om zomaar bij uw buren op het raampje te gaan kopen. Ja, dat was zo'n halve ture lutte. Zo, en boze met die dan een keer gestekt. En sindsdien heeft er niks meer gedaan. Die persoon is nu thuis aan het meekijken en aan het denken, oei, ik heb Jacques voor mijn trauma's bezorgd. Ja. Nee, maar wij leefden in de natuur. Ja. We maakten kampen. En dan mij was dat luxe. Dat was het, de vraag. We waren moe. Ja, s'avonds. Van... De voilà. Activiteit van doorheen de dag. Absoluut. Ja. En waren er toen als kind al dromen om uiteindelijk in de sector te komen waarin jullie terecht gekomen zijn? Nee. Wat wou je bijvoorbeeld worden als kind? Piloot. Ah, is het waar? Ja. Oké. Okay. Dat wist ik nog niet. Die is er nooit van gekomen. Nee, maar omdat... Het is echt wel zware studies. Hè? En piloot worden bij het leger, dan moest je dus helemaal... Heel goed zicht hebben, dat had ik dan niet 100%. Maar dan, ja, dan gewoon aan die lief gegaan en het anders gedaan. Oké. Okay. Had jij zo'n... Ja, als ik heel klein was, dan wou ik later bij mijn mama een tuintje doen. Plantenkast. Oh. Ja, het is emotioneel nu. Ja. En wat later dan, wou ik onderwijzer worden. Ik wou goed lesgeven later aan kinderen, omdat ik vond dat veel leraars niet tof waren, niet goed. Ik wou een onderwijzer worden. Ja, voilà. Ja, het zijn geen onderwijzers en piloten geworden. Nee, maar ik heb die cursus toch altijd goed. Veel beter. Hoewel, soms is zo op podium staan ook wel een beetje lesgeven eigenlijk. Hè? Je merkt vaak mensen die als onderwijzer gestudeerd hebben, dat die eigenlijk heel vlot zijn op podium. Tuurlijk. Sommigen mijn wel. Moeder is ook regentes Frans. Ja. Er zijn heel wat leerkrachten in de sector. Er zijn ook leerkrachten die dat niet zijn, hoor. Dat is waar, dat is waar. Ja. Maar jullie zijn wel een steengoed duo. Ja. Als in de zin van, ja, Luc, jij moet de bal goed klaarleggen. Want als die niet goed klaar ligt, kan Jacques hem ook de voorzet, hè? Ja. Binnenkoppen. Hoe is dat zo om samen te werken? Want ja, ik kan me voorstellen dat jullie als jonge jopjes, als je buiten aan het spelen werd, ook niet gedacht hebt van, kijk, binnen zoveel jaar staan we samen op podium. Ik deed wel eens zeven jaar, denk ik, bedoel, ik had een kameraadje, ook een zoon van een rijkswachter, en met kerstavond bijvoorbeeld kwamen de twee gezinnen bijeen, dan ik bij ons thuis en bij hem. Roland, die al lang overleden is, en ik, wij maakten heel de avond een sketch, een radiosketch. En rond middernacht voerden wij dat op voor onze ouders. Was de uitzending. Voilà, ik zat ook op voor mijn ouders. Ik deed sketchjes aan tafel de zondagmorgen. Dus bij mij zat het er echt wel in. Bij de scouts, bij de welpjes, jonge verkenners, sketch aan het kampvuur. Dus bij mij zat het er altijd wel in om op te treden. Ja. Maar je dacht niet van, ik ga er effectief iets mee doen. Nee. Ja, je dacht toen niet dat kon, hè. Maar ik had er wel af en toe, als ik in school straf kreeg, dan in de hoger middelbaar, dat ik zei, wacht, maar als ik later bekend zal worden, dan gaat er nog... En daar ben ik in geslaagd. Ja. Ik ben op alle scholen al ontvangen geweest als Jacques Vermeijden, maar die vroeger veel straf kreeg. Ah. Voor zijn een vorm van humor, hè. Kreeg je ook veel straf, Luc, of waren jij braver op het school? Af en toe is het mij eens ontglipt en dan kreeg ik wel eens een woensdagnamiddag of een strafstudie op dinsdag na het school, ja. Af en toe. 1 of 2 per jaar. Dat valt maar ik was echt vrij braaf, ja. Oké. Okay. Heel neutraal. Kijk, zoveel jaren later, van eigenlijk dorpsgenoten als jonge kadetten zijnde, naar nu samen op de planken, daar wil ik zelfs zeker nog meer over weten. En denk ook al eens na wat je zo de komende
5, 10, 20, 30, 40, 50 jaar. Je mag zelf kiezen wat dat we u nog mogen toewensen of wat dan nog de dromen voor de toekomst zijn. Ik ben heel benieuwd om het te weten te komen van Luc Verschuren en Jacques Vermeijeren. Dus zeker blijven kijken naar In Bed Met. Ze zijn geen piloot en onderwijzer geworden, maar wel een iconisch duo op de planken. En ondertussen is er Zaalshow 2.0. Ja, hoe is dat eigenlijk om samen te werken? Oh, we zijn dat zo gewoon. Hè. We zijn al die jaren aan het samenwerken. Dat is een automatisme. Maar we hebben de manier van werken. Hè. Dus dat materiaal moet er zijn. Dan repeteren. En ja, wij leren geen teksten van buiten ook. Wij voelen elkaar zo goed aan. Ja, ja. Dat is gewoon aanvoelen, geven en dan weten we dat binnen. Maar zijn kracht is natuurlijk, zoals Gaston Bergemans het zegt, de timing. Hè. Alles zeer timing. Belangrijk, hè? Maar dat is de kracht van Jacques. Dat en hij is Luc Verschuren. Hij spreekt geen typeke. Nee, maar dat is waar. Ja. Het is geen typeke, hè. Het is Luc Verschuren die... Ja. En af en toe hebben we nu in deze show wel enkele uitschieters dat hem ook gerg druk moet maken. Dus we hebben wel... Het is 2.0, hè. Dat zijn wel dingen zo waar... Bovendien, 2.0, wij zijn eigenlijk een bedreigde diersoort. Wij twee. In de manier waarom? Omdat wij zijn wit. Wij zijn volledig hetero. Ja. Wij zijn babyboomers. Ja, we zijn eigenlijk cis van de cissen. De cissen noemen ze dat, cismannen. En wij krijgen op dit moment toch een beetje de schuld van alles. Van het klimaat, van de woke, van al wat er fout is in de wereld. Dat is onze generatie. Hè. En maar ik denk dat er tegelijkertijd heel veel mensen zich daarin herkennen. En zich daar ook wel een beetje in kunnen plaatsen. Van wij zijn ook... Ja, die generatie. De 2.0. Ja. Oké, dus een goed geoliede tandem. Jullie weten perfect, als er dat gebeurt, dan gaan we zo verder. Ah ja, absoluut. Het wordt constant gelachen, nog altijd gelijk vroeger. Hè. Dat is niet veranderd. Ja. Ik kan het me wel voorstellen. Ja. Ik heb het al heel gezellig hier nu en dan is het helemaal niet voorbereid. Dus. Ja, ik heb het daar juist al gezegd. Ik ben ook wel benieuwd... Of jullie zo nog bepaalde dingen hebben van... Oh, kijk, dat zou ik nog wel willen doen. Ergens in de komende jaren. Ja, of die dromen heb ik nog om te doen. Als je op mijn leeftijd bent... En Jacques zal dat misschien wel beamen... Dat is het belangrijkste, gezond blijven. Mm-hmm. Iets kunnen doen, iets om naar uit te kijken. Meetellen, dat hoort er dan bij als je nog iets hebt. Een doel in je leven. En zo lang mogelijk, hopelijk, dat heel je omgeving ook gezond blijft. Kinderen, familie en zo. Dat allemaal... Dat er niet te veel miserie is, want miserie dient zich vanzelf wel aan. Dat moet je niet achter roepen. Dat is waar, helaas. En ja, verder... nog wat verder werken, zeker. En misschien als ultieme droom... nog eens als piloot van grond gaan. Ja, maar dat zou een droom zijn. En dan Jacques als steward in de cabine. Ja. Dan krijgen we van die heel ludieke veiligheidsinstructies, denk ik. Pas op. Ja. Ik bedoel dan, in een Cessna is goed genoeg. Maar ik vlieg niet mee. Ja, maar laat ons eerlijk zijn. Als dat verkocht wordt als concept, vlieguren met Verschuren, dan wil toch heel Vlaanderen mee op die vlieger. Ik zou echt niet inschrijven bij die nog een examen moet gaan afleggen. En dat is juist niet in vorm. We zullen beginnen met een vliegsimulator. Daar heb ik al in gezeten. Ik heb er ook al in gezeten. Dat is echt... Dat is onwaarschijnlijk. Maar... Ja, ik vind dat waanzin hoe dat ze dat kunnen nabootsen. Oh. Maar je komt er zwetend uit. Ja. Je hebt met je kont op de grond gezet. Ja, dat is echt waar. En je komt er enorm zwetend uit. Ik heb het ook meegemaakt. Je gaat er zo diep in. Je moet eigenlijk wel. Hè, Dat je denkt dat op een bepaald moment gaan vliegen zijn. Luc wil graag nog een keer van de grond gaan als piloot. Hè. Is bij jou zo nog... Ook nog eens van grond gaan, maar niet in het vliegtuig. Ik had het kunnen weten natuurlijk dat het antwoord ging zijn. Nee, gezond blijven en blijven werken. Ja. Iemand zijn, voilà. Ja. Tot slot, allebei wensen we elkaar een geweldige koffietafel toe. Wie zou er zo zeker moeten zijn op de koffietafel? Dat denk ik het maar niet. Daar gaan we... Er gaan er niet van wakker liggen. Dat gaan we nog niet plannen. Ah, nee. Okay. Nee, maar misschien denk je van... iemand bekend, die zouden we graag erbij hebben. Bekend? Well, we kennen wel iedereen die bekend is. Dat is ook waar. Voilà, op zich. We gaan geen bussen inleggen. Ik zal vragen als moeder een liedje komt zingen. Ja. For all time's sake. Ja. Doe dat. Ze zeggen ook wel eens dat je slapen en je zijn ook wel verandert als je kinderen krijgt. Mijn moeder zegt dat bijvoorbeeld van ik sliep slechter toen ik u kreeg, omdat ik meer met
jou ook bezig was en wat er gebeurde. Ah, want ja, jullie zijn natuurlijk ook ouder. Was dat bij jullie misschien ook het geval? Ja, dat is natuurlijk zo. Ik bedoel, het eerste jaar dat uw kinderen in leven zijn, zodat durven die s'nachts nog niet wakker worden. Het meest erge is als ze dan zo'n jaar of twee zijn en s'nachts wakker worden en ze hebben diarree. Dat is wel heel pijnlijk. Ik kan me voorstellen dat je dan niet zo heel goed niet meer slaapt. Als je wel drie een balken moet gaan. Dat is logisch, maar die worden groter en ja. Dat hoort erbij. Ja, maar bij het ouder worden, hè, ze gaan uit en je ligt te wachten. Hè, ja. Dat is onwaarschijnlijk. Hè. Ja. Dat meisje Lee bijvoorbeeld, die had altijd een taxi. Onze Maxime, met zijn verloofde mocht die niet terugkomen. Ik zou die wel gaan halen. Dat was bij mij mijn grootste zorg met mijn kinderen. Dat is als ze begonnen weg te gaan en komen die veilig thuis. Dan slaapt ook niet, want dan zijn aan het wachten strenge, tot dat En ik ben geen strenge vader. Ze moesten wel het laten. Ze mochten tot 3 uur weg blijven, maar ik moest het wel weten. Ja. En ze wisten dat ze een taxi hadden of ik kwam ze dan ook wel halen. Onze Maxime, die ging nooit zo laat weg als onze Julie. Maar dat vind ik het meest spannende met kleinkinderen. Dat kon ik perfect aan, want die zei, als ze beginnen weg te gaan. Als ze op zichzelf beginnen uit te slaan. Ja, dat is spannend. Ja. Maar ik heb altijd gezorgd of gehoopt dat ze nooit alleen zouden terugkomen. Dat ze, of met twee van Kiro of wat dan ook, die twee dochters. En ik heb het zoiets meegemaakt met de jongste, met Louise. Die zei, om 1 uur ben ik zeker thuis. Ah. Om 1 uur ben ik zeker thuis. Ik word wakker om 2:30, nog niet thuis. Oh, dat Je begint te bellen, te sms'en, niks, niemendallen. Allee, goed, je slaapt niet meer. Om 3:45, echt waar, 3:45 kwam ze door. En ze doet de deur open. En het eerst was ze begon te roepen. Ze wist dat ik wakker was. Sorry, papa. Maar kijk, ze zijn voorlopig allemaal gezond en wel terug thuisgekomen. Na een paar minuten ben ik dan toch maar in slaap gevallen. Hè. Gelukkig. Kijk, misschien hebben jullie ouders er ook van wakker gelegen dat jullie als jonge kadetten erop uittrokken. Maar ze moeten... 1 uur was 1 uur bij mij. Stipt, ons moeder. Want ik ben ooit een keer een platte band gehad. En ik heb al lopend met mijn verloop. Om toch ons moeder niet om toch op tijd te zijn. Ja. Kijk, voilà. Jullie waren in ieder geval heel erg op tijd. En heel erg leuke compagnie hier in mijn bed. Ik hoop dat jullie het ook een beetje gezellig vinden. Ja, het was heel gezellig. Voilà. En ik zou zeggen, tot in de zaalshow 2.0. Ja. Doe dat goed. Dank u. Blijf de tandem. Weet je wat, hè? Als er nu mensen moesten willen naar die zaalshow komen... Voilà. Er is zo'n website, die heet heel gemakkelijk jacquesvermeire.be. En daar staan tickets op voor allerlei... Voor alles. Doe maar. Fantastisch, kijk. Commerciële hoer. Je ziet dat je nog voor... De piloot. Presentatieskills heeft, hè. Het is in ieder geval de moeite waard om te gaan kijken, dames en heren. Dus jacquesvermeire.be. Lieve heren, dankjewel dat jullie mijn gezelschap waren. Ik zou zeggen, hou de tandem aan de gang. Ah, de tandem. En, nee, de tandem. Ja, de tandem ook, maar dat is... Dat ze bij elkaar blijven. Ja, en dat ze meegaan tot aan die befaamde koffietafel. Wat we hebben betreft, heel graag tot volgende week voor een nieuwe Trendsetters in bed met Luc. Het is tijd om te gaan slapen, zou ik vader zeggen. Nee, ik weet dat jij een kruisje krijgt. Of een kruisje? Allee, vooruit. Allee, voilà. Hopla, ik ga goed slapen. De slaapadviseur. Want je slaap verdient raad.